sneeuw in Nederland. Een forse uitdaging voor machinisten en monteurs. Dit is NS Weekly. Hi, ik ben Laura. Leuk dat je weer kijkt. Sinds afgelopen zondag ligt Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Dit heeft alleen grote gevolgen voor het treinverkeer. Wissels zijn vastgevroren of er ligt rijp op de bovenleiding. Afgelopen zondag konden dus geen treinen rijden. ProRail heeft heel hard gewerkt om deze verstoringen zo snel mogelijk te verhelpen. Maar niet alleen voor ProRail was hard werken, ook voor machinisten is het spannend om weer het spoor op te mogen, helemaal als je de eerste bent, nadat de dienstregeling weer opgestart is. We gaan nu rijden met deze SLT van Amsterdam Centraal naar Weesp en terug. Maar we moeten wel voorzichtig rijden, want het is de eerste trein op dit baanvak sinds, wat ik net te horen kreeg, sinds gisteren. Dus de dag ervoor. Dus we moeten opletten voor sneeuwduinen. De windsomstandigheden vragen dus ook meer onderhoud voor de treinen. Mijn collega's zijn daar dus heel druk mee bezig. Vanwege de vorst is het onderhoud dat NS uitvoert aan treinen extra belangrijk. Bijvoorbeeld hier in Den Haag. Daar wordt tijdens deze vrieskou een hal met kachels gebruikt om treinen te ontdooien. En die kachels zorgen ervoor dat warmte op het dak komt en onder de trein, zodat het ijs en het sneeuw gaat smelten. Stel dat wij de treinen hier op deze locatie niet zouden ontdooien en het ijs blijft op het dak liggen, kan het wel gebeuren dat als de trein gaat rijden vanaf een station, grote stukken ijs naar beneden vallen. Ja, en dat willen we niet. Dat is gewoon te gevaarlijk voor de reiziger. Over het algemeen zit er aan de voorkant van een trein het meeste sneeuw en ijs. Dat is logisch, want als hij gaat rijden, komt daar de eerste sneeuw en ijs. Bij treinen die stilstaan is het voornamelijk aan de zijkanten door smeltend sneeuw en ijs van het dak. Net buiten de studio van NS Weekly is onze dronepiloot de lucht in gegaan voor mooie winterse beelden. Kijk even mee. Dan zijn we benieuwd naar hoe de stations gewaardeerd worden. Er is een onderzoek gedaan tussen NS en ProRail onder 70.000 reizigers. 79% van deze reizigers is positief en geeft een 7 of hoger. We hebben de meest gewaardeerde stations op een rijtje gezet en er is een top 10 uitgekomen. Op top 10, op de 10e plek, is geëindigd Rotterdam Centraal. Op 9, Meersen. Op 8, Arnhem Centraal. Op 7 Valkenburg, op 6 Harningsveld Giessendam, op 5 is geëindigd Overveen, op 4 Tiel, op 3 Boskoop Snijdelwijk, op 2 is geëindigd Zuidbroek en op de eerste plek is net zoals vorig jaar Klimmen Randstaal en dat is een station in het zuiden van Limburg. NS Weekly is afgereisd naar Zuid-Limburg en heeft een reiziger daar gevraagd waarom. Het heeft iets, bijna een heel mooi huis is het. Het is geen publiek gebouw. Het heeft iets heel vertrouwd, iets warms. Het verbaast me een beetje. Ik zou er ook anderen die hier voor een aanmerking zouden kunnen komen, op kunnen opnoemen. Maar ik vind het wel, ik kan het er ook wel mee eens zijn. Het is een uniek gebouw, dus ja, ik kan het er wel mee eens zijn. Ja. Nou ja, het is natuurlijk charmant dat je niet kiest voor iets heel monumentaals, maar dat gekozen is voor iets met een specifieke uitstraling. Zoveel stations heb ik nog niet gezien natuurlijk. Meestal zit je nog in de trein en rij je langs die stations, dus dat kun je niet zo meer 1, 2, 3 zien. Ja. Maar het is wel mooi. Het is wel heel mooi. Omdat het een mooie omgeving is. Over de verstoringen van afgelopen week hebben we het al gehad. Het advies blijft: reis zo min mogelijk met de trein, alleen als het strikt noodzakelijk is. En als je gaat, check dan even van tevoren je reis op onze reisplanner.
Voor komende week zijn er ook werkzaamheden gepland, met name rondom Apeldoorn. Deze duurt maar liefst 12 dagen en start aanstaande woensdag. Ga je dus op reis en moet je reizen vanaf Amersfoort richting Apeldoorn naar Deventer of Zutphen? Check dan eventjes de reisplanner ook van tevoren. En dan gaan we naar de rubriek Hoe is het buiten? En dit keer gaan we een winterse rit maken van Amersfoort Centraal naar Zwolle. We starten onze reis in Amersfoort. En dit is een bekend stukje spoor in Harderwijk. Met de scherpe bocht in Harderwijk. Dat is een van de scherpste van Nederland. En vlak voor het Harder maken de collega's van ProRail de wissels sneeuwvrij. Aan de rechterkant zie je ze. Daar een tegemoetkomende trein met een stuif sneeuwwolk erachter. We zien een overstekende sneeuwschuiver. En dan de rode brug met hoog water eronder. Tot zover de NS Weekly van deze week. Wij zijn er uiteraard volgende week weer. We hopen jullie ook. Tot dan. Doei!